Hey, bedankt voor het kijken. Wat leuk dat je gekeken hebt. Laat ik daarmee beginnen. En dat je nog steeds kijkt. Dan hoop ik dat de video je heeft kunnen boeien. En dan was dit de allereerste hiken in Europa. Nou, als dit dan de eerste hike video is die je van mij ziet, dan is dit het, een beetje het VVV gedeelte van de video. Met wat achter de schermen. Dus wat informatie over de hike en achter de schermen beelden. Ja, nou, de eerste hike dus buiten onze landgrenzen. Hiken in Europa is geboren en ik ben er eigenlijk stiekem best wel enthousiast over. De hike naar Calanque d'Anvaux hebben wij een paar weken geleden gemaakt tijdens onze vakantie aan de Côte d'Azur in Frankrijk. Tijdens onze voorbereidingen stuiten wij op Calanque National Park of Parc National des Calanques, zoals de Fransen het dus zelf noemen. En dit nationaal park ligt aan de Middellandse zeekust in de omgeving van Marseille. En het is eigenlijk pas sinds 2012 een nationaal park. Het is nog relatief jong. En het voordeel daarvan is dat er nog niet zo heel veel toeristen van dit nationaal park afweten. Al moet ik zeggen dat dat tijdens ons bezoekje eigenlijk ook gewoon wel weer heel erg tegenviel, hoor. Maar daarover later meer. Nou, Calanque is eigenlijk in de basis een vallei die ooit is uitgesleten door een rivier, maar door het stijgen van de zeespiegel door de jaren heen weer gedeeltelijk onder water is komen te staan. En hierdoor zijn dus die prachtig gevormde, hele hoge witte klifwanden ontstaan. Nou, wij hebben dus de hike naar Calanque d'Anvaux gedaan. En die is alleen te bereiken te voet of per boot. En staat bekend als de mooiste en meest ruwe van alle Calanques. De route die wij hebben gelopen, die heb ik gevonden via AllTrails. Hij was ongeveer 7 kilometer lang met pak een beetje 300 meter hoogteverschil. En wij hebben hem in ongeveer 2 uur gelopen, maar dat is inclusief filmen natuurlijk. Heen en terug, 4 uur. Nou, het is niet een hele makkelijke hike, want er moet aardig wat geklommen en geklauterd worden ook. Dus wij waren al heel vroeg weggegaan, zo rond 7 uur 's ochtends, om zo niet alleen de temperatuur, maar ook toch wel de drukte een beetje voor te zijn. En dat was eigenlijk best wel een goede keuze, want toen wij besloten om weer te beginnen aan de hike terug, toen begon het echt wel heel warm te worden. Maar het was best wel te merken dat Calanque d'Anvaux, waarschijnlijk ook door mooie foto's online op social media, steeds populairder begint te worden. Want tijdens onze hike terug richting de auto kwamen we echt heel veel toeristen tegemoet op slippers, zonder water, onvoorbereid. En we hebben verschillende mensen hard zien vallen en mensen echt wanhopig om water zien vragen. Dus dat was voor ons eigenlijk wel weer een bevestiging dat je een hike als deze gewoon goed moet voorbereiden. En goed moet nadenken over wanneer ga je weg en wat kan ik tegenkomen onderweg. Wat trek ik aan en wat neem ik mee. Toen we uiteindelijk aangekomen waren bij Calanque d'Anvaux hadden we wel wat rust verdiend. En hebben we dus lekker even een tijdje op het strandje gezeten. Lekker wat gegeten, wat gedronken. We zijn het water even in geweest. Maar omdat het om ons heen eigenlijk al vrij snel steeds drukker werd, hebben we toch na een uurtje besloten om weer huiswaarts te keren. Deze hike is gefilmd op de GoPro Hero 10 in combinatie met dus beelden van mijn Mavic Pro. En dit was de eerste hike die ik gefilmd heb met de GoPro. Dat was een beetje een experiment, maar ik moet zeggen dat het eigenlijk heel erg goed bevallen is. Zeker met deze toch wat meer uitdagendere hike was het eigenlijk perfect om de GoPro mee te dragen op statief en ook op die manier weer snel neer te kunnen zetten als ik een shotje wilde maken. En daarnaast is natuurlijk altijd alles keurig netjes in focus. Ik heb de GoPro ingesteld op linear met horizon leveling. Dus daarbij houdt de GoPro de horizon altijd keurig netjes recht. Ook al staat de camera dus een beetje scheef. In het beeld is de horizon kaarsrecht. En dat is natuurlijk makkelijk, want op die manier kon ik mijn camera snel neerzetten. Hoefde ik niet heel veel tijd aan compositie te besteden. Kon ik opnemen en daarna gauw weer door. Nou, daarnaast heb ik ook gefilmd in het ProToon beeldprofiel voor iets wat meer dynamisch bereik. Ik heb de GoPro ook in manual modus gezet. Dus eigenlijk houdt dat in dat ik heb gezegd dat de ISO nooit boven de 100 uit mocht komen. En dat er alleen gecompenseerd mocht worden voor belichting door middel van de sluitertijd. Een klein nadeltje daarvan kan natuurlijk zijn dat je iets minder bewegingsonscherpte gaat zien in je beelden. Maar omdat het toch allemaal tripod shots waren, mis ik dat eigenlijk niet tot nauwelijks. Wat ook leuk is aan de GoPro's natuurlijk, dat je hem ook af en toe eens even uit de hand kunt gebruiken voor een wat meer POV ervaring. En zeker bij het klimmen en klauteren
En vond ik dat eigenlijk wel wat hebben. Nou, er zijn natuurlijk ook wat nadelen. Ik bedoel een close-up van een mooie bloem of iets anders. Een insect bijvoorbeeld. Ja, dat is niet echt mogelijk met de GoPro. En daarnaast is ook gewoon altijd alles helemaal in focus. Dus echt een onscherpe achtergrond. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar al met al is eigenlijk de hike met de GoPro heel goed bevallen. Zeker een hike op een vakantie zoals deze, waarbij je niet geen heel camerapakket met een lens, een serie lenzen meeneemt. En het format van dit soort video's met statische tripod shots voornamelijk dan, ja, leent zich prima voor de GoPro. Nou, als ik dan toch nog wat tips zou mogen meegeven met betrekking tot de hike naar Calanque d'Anvaux, dan zou ik zeggen, ga vooral in het voorjaar of in het najaar. En dan niet alleen vanwege de temperatuur, maar ook vanwege de drukte. Want ondanks dat een hike naar Calanque d'Anvaux niet voor iedereen is, merk je toch wel dat er veel mensen zijn die onvoorbereid toch een poging wagen. En wellicht die poging halverwege staken. Maar zeker in het begin van de route neemt dat toch wel wat weg van je ervaring, moet ik zeggen. Ja, ik kan je eigenlijk van harte aanbevelen om het Calanque Nationaal Park eens te bezoeken. De cliffs die zijn echt prachtig en het water is echt extreem blauw en super helder. Nou, dit was dan de allereerste hike in Europa. Hopelijk volgen er meer, dat is in ieder geval wel mijn voornemen. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken en geef de video even een like als je hem leuk vond. Laat ook even een berichtje achter in de comments, dat vind ik altijd ontzettend leuk, kan ik enorm waarderen. En abonneer even als je in de toekomst geen nieuwe video's wilt missen. Dit was het voor nu. Dus ciao. En au revoir.